Ik denk dat de meesten onder jullie mij wel kennen. Ik heb ook een tijdje, ik ben Wikimediaan al vreselijk lang. ik heb ook wel eens met Wikimedia Nederland gewerkt, projecten gedaan. Dus jullie hebben me wel vast wel zien langskomen. Ik heb nu zelf ben ik er ook een beetje verbaasd over. Ik ben daarin gelokt of zo op een of andere manier. Heb ik nu een nieuwe pet op, want ik ben directeur van Open Refine geworden. ik ben daar soort van ingerold. Het is heel leuk. Ik ben nu bezig met open source software. Ik was daarvoor ook al bezig met projectleiden van een project om Open Refine, de software Open Refine, uit te breiden met functionaliteiten voor Wikimedia Commons. Dus de context eigenlijk een beetje van deze presentatie is: ik ga jullie een korte demonstratie geven van de software Open Refine, waarmee je kan datacleaning doen. Dat is eigenlijk hele krachtige software waarmee je ook Wikidata kan bewerken. En we zijn nu ook eigenlijk functionaliteiten aan het ontwikkelen om ook Wikimedia Commons te bewerken. Met name structured data op Wikimedia Commons, dus echt gestructureerde data die ook gebruik maakt van Wikidata. Mijn idee is dat ik eigenlijk gewoon een beetje een korte demo ga doen. Ik heb ongeveer een klein uurtje de tijd, dat is niet enorm veel. Meestal is een soort van beginnerssessie voor OpenRefine iets van 1,5 uur. Dus ik ga er een beetje doorheen vliegen. Ik ben altijd bereid om ook langere tutorials te geven. Dus kom gerust terug met de vraag, zou ik zeggen. Het idee is niet om jullie een beetje op weg te helpen. Ik weet dat sommige mensen in de ruimte, of hoe je dit heet, noemt in de Zoom, alle OpenRefine hebben en anderen niet. Dus ik ga er eigenlijk vanuit, ik ga een beetje voor beginners uitleg geven. Maar ik zal ook al wat preview doen van wat er ook voor Wikimedia Commons mogelijk zal zijn. Dus ik probeer zoveel mogelijk in het kleine uurtje te proppen. Nou, ook het idee van de reden waarom we OpenRefine nu aan het uitbreiden zijn met Wikimedia Commons functionaliteiten, heeft eigenlijk ook heel veel te maken met het feit dat PattyPen, wat een tool is die jullie waarschijnlijk wel gebruiken, geen gestructureerde data ondersteunt en dat eigenlijk ook nooit gaat doen. PattyPen is een tijdje uit de lucht geweest, werkt nu weer. Maar nou ja, OpenRefine willen we eigenlijk ontwikkelen tot een mooi alternatief voor PattyPen, dat je er eigenlijk ook vanaf nul bestanden mee kan uploaden naar Commons. En soms krijg ik wel eens de vraag van, ja Sandra, is OpenRefine dan niet een verschrikkelijk ingewikkelde tool? Mijn ervaring is eigenlijk dat mensen na 1 à 2 uur best wel met OpenRefine leren werken. En het is in het algemeen niet zo. Het is niet alleen een Wikimedia tool, maar het is ook gewoon algemeen een tool waarmee je data kan schoonmaken en met data kan werken. Dus het is eigenlijk een hele nuttige tool om te kennen, vind ik zelf. Ik ben er zelf heel blij mee dat ik ermee kan werken. Ik ben natuurlijk fan van OpenRefine, maar het is gewoon een hele handige tool. Goed, ik ga. Dus als je naar mijn slides kijkt, ik heb een linkje naar de slides in de chat gezet. Eigenlijk maar 3 slides, want ik ga vooral demonstreren. Dan zie je. Ik ga even scherm delen ook. Share screen. Zo. In mijn presentatie heb ik eigenlijk een beetje een soort van checklist gemaakt van allerlei dingen. Aan de linkerkant alle functionaliteiten die OpenRefine in zich heeft. OpenRefine is eigenlijk, ik noem het zelf, een tool die soort van spreadsheets on steroids is. Dus als je Excel kent of een open source alternatief voor Excel, OpenOffice, Calc, of hoe ze ook heten. Het is eigenlijk een tool om met tabulaire spreadsheet data te werken, maar het is krachtiger dan Excel en dergelijke. En het is echt gebouwd om met datasets aan de slag te gaan. Je kan er data mee onderzoeken, bekijken, analyseren, schoonmaken, allerlei transformaties mee doen, kolommen combineren, kolommen splitsen. Het is echt heel krachtig op dat gebied. Veel van die dingen kan je ook met Excel, maar OpenRefine heeft net toch iets meer, wat zou ik zeggen, power. Je kan er ook echt hele grote datasets in laden. Dus we zijn nu echt OpenRefine aan het verder ontwikkelen, dat je tot en met miljoenen datavelden in een dataset, dat je daar eigenlijk mee aan de slag moet kunnen. Ik ga even overslaan hoe je OpenRefine installeert, want op zich is dat niet zo moeilijk. OpenRefine is een stukje software wat je gewoon downloadt op je computer. Je gaat naar onze website, je klikt op download en je downloadt het en je installeert het. Wat er eigenlijk gaat gebeuren als je het installeert en opent, dat is dat het programma gaat in je browser, dus in je webbrowser, extra tapje openen. En dan gaat hij eigenlijk op je computer, voor wie daar iets mee heeft, gaat hij een klein webservertje draaien en je gaat eigenlijk via je browser met het programma interageren. Dus je browser is eigenlijk je interface. Het werkt het beste met Chrome, maar het werkt ook prima met Firefox, is mijn indruk. Dus ik denk Firefox hier en daar zijn er
paar kleine functionaliteiten die net iets minder goed werken, maar op zich met elke moderne browser moet je met OpenRefine kunnen werken. Een speciale tip voor jullie allemaal, omdat jullie ook Wikimedians zijn, dat is, soms hoor ik van mensen van ja, ik werk bij een organisatie die niet zomaar toelaat om software op mijn computer te installeren, kan ik OpenRefine ook niet draaien via internet. En als Wikimedianen kunnen we dat inderdaad. Dat is eigenlijk een hele fijne nieuwe toevoeging. Daar zijn we zelf vanuit het OpenRefine team niet voor verantwoordelijk. Dat hebben anderen voor ons gedaan. Ik volg, dan ga je eigenlijk OpenRefine draaien toolabs. Dus op de server van Wikimedia, waar ook alle tools op draaien en dergelijke. Daar staat ook een soort van in de cloud OpenRefine. En als je dat, die link aanklikt en je start die op, dan ga je eigenlijk je eigen, onder je eigen account, dus je eigen Wikipedia-account, ga je OpenRefine draaien. Dus het is niet een versie die je deelt met anderen. Het is echt wel je eigen plekje van OpenRefine en je kan je eigen projecten erin draaien. Dus het blijft eigenlijk privé, maar het is alleen op de servers van Wikimedia. En dat is een soort van leuke omweg. Als je niet zo makkelijk op je eigen computer iets kan installeren, dan kan je dit gebruiken. Ik weet dat veel mensen dat doen, dat het eigenlijk best wel populair is. Maar nou goed, ik heb hem zelf op mijn eigen computer draaien. Zo ziet dat eruit. In mijn geval zie je ook dat het op mijn eigen computer draait, doordat mijn URL in mijn browser is deze. En dat is eigenlijk gewoon localhost voor mensen die een beetje met het web hebben. Dat is eigenlijk gewoon het adres van mijn computer lokaal. En onder poort 3333 draait OpenRefine nu. Nou, dus je kan in OpenRefine eigenlijk heel veel verschillende vormen van data importeren. XML-bestanden, RDF-bestanden, Excel-sheets, Google-sheets, allerlei gekke, vage. Ook, je kan er zelfs wikitekst in plakken, dus wikitabellen. Dat is eigenlijk ook wel een hele krachtige functionaliteit. Dus het neemt eigenlijk allerlei dataformaten aan. Dus dat doe je door een bestand te kiezen op je computer en dan te laden. Dat is eigenlijk een beetje zoals heel veel andere applicaties werken. Dus ik ga dit ook heel snel behandelen. Je kan ook gewoon op je klembord een rijtje data hebben wat je hier gewoon inplakt. Dat pakt die ook wel. En je kan zelfs connecties maken met SQL-databases en alles erop en eraan. Dus als je bij een instelling werkt en je hebt database-toegang op die manier, dan zou je dat ook nog kunnen proberen. Van zodra je al een tijdje met OpenRefine werkt, dan heb je eigenlijk een soort van bestandssysteem in OpenRefine. We noemen dat OpenRefine projecten. Je ziet hier dat ik al heel veel heb zitten. Ja, dit is eigenlijk een beetje mijn testdownload van, of mijn testinstallatie van OpenRefine. Ik zit heel veel structured data op Commons te testen. Ik heb ook bijvoorbeeld iNaturalist plaatjes op Commons en een import gedaan van publicaties van het Stedelijk enzovoort enzoverder. Dus elke keer als je een nieuwe dataset laat, dan maakt je een nieuw project voor je aan. En ik heb eentje nu voor demonstratiedoeleinden al gedownload en in OpenRefine gestopt. En dat is omdat ik Vlaming ben, jullie horen het allemaal aan mijn accent. Er is de Vlaamse gemeenschap. Het cultuurministerie van de Vlaamse gemeenschap heeft een lijst van Vlaamse topstukken opgesteld. Dus eigenlijk hele belangrijke werken in Vlaamse collecties die waar een bepaalde wetgeving omheen hangt, die mogen niet zomaar uitgeleend worden enzovoort enzoverder. En daar bestaat een online database over. En ik weet eigenlijk niet, heb ik die nu gedeeld? Nou, als je zoekt op internet topstukken Vlaanderen, dan vind je die database terug. Nou, 800 is wel goed. Dit is een voorbeeld van één zo'n topstuk. Nou, en die zitten in een databank. Dat is nu een kazuifel die volgens mij ergens in een kerk bewaard wordt. Onze Lieve Vrouw Hemelvaartskerk in Arendonk. Nou, een heel bijzondere kazuifel. En een van de 800 of zo topstukken van de Vlaamse, ja, van de Vlaamse gemeenschap. En nou, als je hier naartoe gaat, dan heb je eigenlijk een hele databank daarmee. En die data is CC0, dus die is eigenlijk compatibel met Wikidata. En ik wil eigenlijk heel graag, dat ga ik wel eens een keer doen met mijn vrijwilligerspet op, al deze stukken, bij al deze topstukken aangeven op Wikidata dat die een topstuk zijn van de Vlaamse gemeenschap. Dus ik heb nu een project aangemaakt. Je kan deze data downloaden. Als je hier klikt op bewaar zoekresultaten, dan gaat die voor jou een CSV'tje downloaden. Die heb ik in OpenRefine geladen. En dan ziet dat er zo uit. Dus dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een Excel-sheet. Ik kijk nu eigenlijk naar 10 rijen tegelijk. Maar het is vaak wel leuker om wat meer data tegelijkertijd te zien. Dus je kan ook zeggen, doe mij 100 rijen. En dan zie je al een beetje wat er in je dataset zit. En je kan er dan doorheen bladeren. Dus het is niet zoals bij een Excel-sheet dat je meteen de hele sheet hebt. Maar je kan eigenlijk gewoon in schermpjes kijken. Maar je kan ook tot 100, tot 1000 of meer rijen. Je kan dat instellen dat hij nog meer toont. Het heeft vooral met geheugen te maken dat je vaak
dat het vaak prettiger is om dat iets minder te zien. En ik zie bijvoorbeeld ja, een aantal musea die ik ken en een aantal werken van James Ensor. Dat is niet zo verrassend, dat is een heel belangrijk Belgisch kunstenaar. En Naope Refine heeft eigenlijk om te beginnen heel veel mogelijkheden om data te bekijken van wat heb ik nu in mijn dataset zitten? Hoe kan, ja, hoeveel musea zitten erin? Hoeveel werken van Ensor? Hoeveel kunstenaars? Enzovoort. Dus je hebt allerlei filter-facet-methoden. Dat zijn eigenlijk een beetje de termen die we in OpenRefine gebruiken. Bijvoorbeeld bewaarplaats hier, dat zijn de musea, kerken waar al deze werken staan. Kan ik bijvoorbeeld zeggen, boven elke kolom in OpenRefine ga je zo'n een pijltje zien. Als je daarop klikt, dan krijg je een menu. En dat menu, dat is echt enorm. Dat is echt een gigantische lijst met allemaal dingen die je met die data kan gaan doen. En zelfs ik ken ze niet allemaal. Dus er zitten echt dingen tussen waarvan ik soms denk van, wat is dit ook weer? Meestal staan de meest interessante en de meest gebruikte opties bovenaan of onderaan het menu. Dus dat is een soort van leidraad in OpenRefine van als je niet dadelijk weet van wat moet ik nu kiezen, ga je even kijken wat er boven zit en ga je even kijken wat eronder zit. En het meest gebruikte is de tekstfacet. En een facet is eigenlijk een soort van filteren. Ja, de benaming is soms een beetje verwarrend. Een facet is, hoe heet dat ook weer? Faceted search. Dus net zoals je bij, weet ik veel, bol.com zegt van ik wil een tv kopen en ik wil alleen een 25-inch tv van het merk Sony en weet ik veel, met drie uitgangen HDMI of zo. En daar kan je allemaal op filteren. Nou, hetzelfde kan je met OpenRefine gaan doen. Dus je kan zelf je filters instellen op die manier. Dus hier zie ik nu dat we 159 verschillende bewaarplaatsen hebben. En nu staan die alfabetisch geordend. Dus ik zie dat 7 in het Stadsarchief van Antwerpen, eentje in het Gallo-Romeins Museum enzovoort. Ik kan ze ook per count, per aantal doen. Dus dan zie ik bijvoorbeeld dat er 128 in privécollecties zitten, 112 in het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen enzovoort. En je kan ook eentje aanklikken. Ik had daar straks, vond ik zelf een leuk voorbeeld, omdat ik dat een leuke plek vind. Het Middelheim is een openluchtmuseum in Antwerpen. Heel erg leuk. Moet je absoluut een keertje bezoeken als je dat nog niet gedaan hebt. En 8 werken uit het Middelheim. En je kan daarop dan klikken en dan zie je enkel dat setje Middelheim. Dus op die manier kan je filteren. Een andere, ik klik even op reset en nu gaat hij weer alles tegelijk tonen. Een andere is bijvoorbeeld tekstfilter, de benaming is een beetje verwarrend. Dat is eigenlijk gewoon zoeken. Dus als ik zeg, welke bewaarplaatsen hebben kerk in de naam, dan typ ik gewoon kerk en dan gaat hij zoeken. En dan zien we dat er maar 152 rijen overblijven van de 890. Dus 152 bewaarplaatsen hebben kerk in de naam. Misschien zijn er meer kerken, maar die hebben dan geen kerk in de naam. Dit is een soort van basismanier om puur je data naar kleinere sets te filteren en een beetje te onderzoeken wat je zoal hebt. Het leuke van OpenRefine is eigenlijk, ik zei al in het begin, je kan er Wikidata mee bewerken. Je kan van een dataset kijken, ja, wat zit er nu eigenlijk al in Wikidata, wat nog niet. Je kan nieuwe Wikidata-items aanmaken met OpenRefine. En je kan ook bestaande Wikidata-items bewerken met OpenRefine. Dus dat is eigenlijk een beetje het eerste wat ik jullie wil tonen. Namelijk, hoe pak je dat aan? En er zit één hele krachtige functionaliteit in OpenRefine en dat heet Reconciliation. Kijken of ik die ook in mijn slide hier heb. Reconciliation. Ik weet eigenlijk niet of dat een nette Nederlandse naam heeft. Ik noem het gewoon altijd Reconciliation, ook als ik met mensen in het Nederlands over OpenRefine praat. Dat is eigenlijk het proces waarbij je in een dataset zoals deze opzoekt wat bepaalde velden zijn in een andere database. En in dit geval gaan we reconcilen met Wikidata, dus dan gaan we opzoeken van Sint-Martinuskerk Aalst, wat is dat voor Wikidata-item? Is er een Wikidata-item voor? En zo ja, wat is dat Wikidata-item? Rijksarchief Antwerpen, hetzelfde. Puur voor de snelheid ga ik nu even een klein setje filteren, namelijk Middelheim Museum alleen. Dus ik, puur omdat reconciliation, ik ga het nu demonstreren hoe dat werkt. Dat duurt meestal eventjes, want daar zitten algoritmes achter die echt eventjes moeten rekenen. Mijn ervaring is dat met een dataset van ongeveer 1000 bestanden of 1000 rijen of iets dergelijks, als je 1000 dingen gaat reconciliëren, dat duurt een paar minuten. En nou, nu voor de demo wil ik eigenlijk gewoon een heel kleine set aan jullie tonen. Dus nu kies ik gewoon een heel klein setje. Je gebruikt hetzelfde principe voor een grotere set, alleen dat duurt wat langer.
Het eerste wat ik wil doen is kijken, nou hebben we een Wikidata-item voor het Middelheim Museum en zo, ja, wat is dat? Uiteraard hebben we dat, maar ik wilde sowieso dat Wikidata-item opzoeken. Dus dan ga ik terug naar het indrukwekkende menu van kolom. En onderaan, de onderste optie is Reconcile. Dan zeg je Reconcile, Start Reconciling. Jullie gaan, als je voor het eerst OpenRefine opent, ga je minder dingen zien dan ik. Dus dit is eigenlijk een aantal databases, ja, databronnen waarmee je dingen in OpenRefine kan reconcilen. Volgens mij Wikidata in het Engels is daar automatisch al toegevoegd. Want zodra je OpenRefine download, heb je Wikidata in het Engels daarin zitten. Maar je kan daar heel veel andere databases aan toevoegen. Je ziet dat er ook Wikimedia Commons in zit. Dat ga ik straks demonstreren. Die moet je met de hand toevoegen. Maar ook als je geïnteresseerd bent in, ik zeg maar wat, de Getty, Art in Architecture Thesaurus. VIAF zit hier nu ook in. Geonames kan je ook doen. Nou, echt heel veel verschillende databases kan je toevoegen om ook dat opzoekwerk te doen. Nou, nu gaan we gewoon Wikidata pakken. Ik pak even Nederlands, want we hebben Middelheim Museum staat nu aangegeven in het Nederlands. Nou, het eerste wat je ziet is dat algoritme gaat eerst even heel oppervlakkig naar je velden kijken van ja, wat zie ik hier voor me? En dan gaat hij een beetje raden van zijn dit mensen, zijn dit musea, zijn dit gebouwen, zijn dit kunstwerken? En dan gaat hij voor je aangeven welk type die denkt dat het is een Wikidata. En in dit geval is het algoritme heel goed aan het raden, zegt museum. Ja, Middelheim Museum is een museum, dus ik vind dat goed. En ik klik gewoon Start Reconciling en dan... Daar straks ging dat echt als een speer, meteen. Maar dan ga je zien tijdens de demo dat het heel lang duurt. Gaat hij even rekenen. Je krijgt altijd zo'n geel balkje bovenaan dat hij aan het rekenen is. En hup. Nou, er is iets heel subtiels veranderd aan onze data. Namelijk platte tekst. Middelheim Museum is nu een linkje geworden, een hyperlinkje. En als je daar met je muis over gaat, dan krijg je zo'n pop-up venstertje en dan zie je de link naar het Wikidata-item. Ik kan dit ook openen in een nieuwe tab. En dan zie ik inderdaad, oh, hij heeft inderdaad het Wikidata-item voor me opgezocht. Dus, nou leuk, Middelheim Museum hebben we op Wikidata. En dan hebben we ook nog een column met kunstenaars. Ik ga hetzelfde doen, ook reconcilen. Herhaling is altijd goed. Ik ga nu eens in het Engels doen, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dat wisselen in taal kan soms een beetje verschil uitmaken als je echt een dataset hebt waarvan de Wikidata-items waarschijnlijk heel erg slechts in één taal beschreven zijn. In dit geval, mensen hebben vaak labels in heel veel verschillende talen. Maar bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar wat, wetenschappelijke artikelen, die hebben soms alleen maar een titel in het Engels of iets dergelijks. En dan is het goed om echt voor die taal ook te gaan bij je reconciliation. Nou, in dit geval heeft hij ontdekt van, dat zijn waarschijnlijk mensen. Ja, dat klopt, het zijn inderdaad allemaal mensen. Dus ik zeg nu, start reconciling. En nou, nu heeft hij 1, 2, 3, 4, 5, 8 rijtjes, 8 verschillende namen die je gaat reconcilen in plaats van eentje. Dan duurt het altijd even voordat hij floep zegt. Dus nu wachten we op de floep, waarbij alles blauw wordt. Ja. En hij heeft inderdaad een aantal al vanzelf teruggevonden, automatisch teruggevonden. Bij een aantal twijfelt hij nog. Dus je ziet hier bijvoorbeeld bij Henry Moore. Waarschijnlijk zijn er op Wikidata meerdere personen die Henry Moore heten. Dus dan heeft hij zoiets van, nou, een mens achter OpenRefine, check nog maar even of dit de juiste Henry Moore is. Dus ik kan ook nog zoeken. Dus je krijgt een linkje om te zoeken. Maar dat is gek dat die zoekfunctie niet werkt. Misschien is het omdat het een Y moet zijn. Voilà. Dus hij zoekt wel een beetje spelfouten in je dataset. Daar kan hij wel een beetje omheen zeilen. Dus dat is waarschijnlijk waarom hij niet meteen die match gemaakt heeft. Omdat er een spelfout in deze dataset zat. Dus het is niet Henry met een I, maar het is Henry met een Y. En hier kan je dan kiezen, dat is absoluut de beeldhouwer Henry Moore. We hebben ook 3 personen die Rick Wouters heten. Volgens mij is er 1 schilder, 1. Ja, inderdaad, Rick Wouters, dat zegt me ook iets dat er ook een wielrenner is die zo heet. En de derde ben ik nu super benieuwd, wie is dat? Nog een ander mens, ik weet niet wie. Nou, uiteraard is dit ook de beeldhouwer. Dan klik je op dit vinkje, dan zeg je, het is deze persoon. En er zijn ook meerdere Alexander Calders, maar wij willen ook de beeldhouwer. Dus bij dat reconciliation proces, als er inderdaad soms twijfel is van er zijn meerdere met dezelfde naam, dan moet je soms handmatig nog dingen selecteren. Nou, dus we hebben nu het museum.
we hebben nu de mensen gereconciled. En ik heb ooit een import gedaan van best wel veel, maar niet alle sculpturen uit het Middelheim Museum in Wikidata. Dus een aantal van deze beelden zullen ook al op Wikidata staan. Dus ik ga ook hier nog een keer reconcilen. En ik ga jullie nog iets extra's tonen. Start reconciling. Ik ga NL pakken, omdat het Nederlandse titels zijn. Kijk, nu is hij een beetje in de war. Nu denkt hij, oh, zijn dat mensen? Nee, het zijn geen mensen. Dus ik ga... Hij zegt ook misschien altaarstuk, misschien een schilderij, geschreven werk. Hij is een beetje in de war. Je kan ook zelf een type aangeven. En in mijn geval zijn dat sculpturen. Want het is een beeldentuin, sculptuur. Je kan bij het reconcilen ook andere kolommen meenemen. Dus je kan eigenlijk zeggen van... Ja, dit beeld dat als titel heeft, het springende paard of wat dan ook, dat is een beeld van Henry Moore. En het staat in het Middelheim Museum. Dus zoek dat ook op Wikidata. En dat ga ik nu ook zeggen. Vervaardigers, dan nemen we daarbij ook nog de eigenschap op Wikidata. Maker erbij. En bewaarplaats, dat is dan de instelling of collectie. Dus dat hierbij zeg je eigenlijk, zoek ook naar die eigenschappen of properties op Wikidata. En naar die specifieke eigenschappen. En nu ga ik nog een keertje klikken. En daar straks ging dat ook heel snel, dus ik hoop dat dat nu nog steeds zo is. Ja, nou. 100% en dan gaat hij laden. Hij heeft er, even kijken, 5 van de 8 gevonden. En daarstraks heb ik even gecheckt. Ik heb blijkbaar, mijn import was toen, een paar jaar geleden, niet volledig. Waarschijnlijk was mijn dataset niet volledig. Dus er zijn er een paar die nog geen item op Wikidata hebben, maar 5 ervan wel. Dus bijvoorbeeld hier het grote paard. Die kan ik ook even openen om te checken. Dat is een kunstwerk van Raymond de Champignon in het Middelheim Museum. Dat klopt inderdaad. Nou, waarom heb ik nu eigenlijk even de moeite gedaan om die 3 kolommen te reconcilen? Dus eigenlijk die eerste 2 kolommen heb ik vooral gedaan om te helpen met het goed matchen van die 3e kolom. Want je hebt waarschijnlijk veel sculpturen die koning en koningin heten en die de hond heten. Dus ik wou eigenlijk echt wel zorgen dat we de juiste sculpturen te pakken hebben. Maar ik kan jullie nu ook tonen hoe je Wikidata gaat bewerken, het Open Refine. Dus doordat we die kolommen gereconciled hebben, kunnen we nu ook gaan bewerken. Dus reconcilen is eigenlijk altijd een voorstap voordat je echt Wikidata kan gaan bewerken. Je moet eigenlijk op voorhand al weten ja, welke Wikidata, wat al Wikidata-items zijn voordat je die bewerkingen kan doen. Ik ga even tonen hoe dat eruit ziet. Hopelijk klikt dat dan in jullie hoofd. Dus hier rechtsboven heb je een menuutje ook dat je aan het werken bent met een Wikidata-extensie. En daarin selecteer je Edit Wikibase Schema. Dat is eigenlijk een plek waar je een soort van model aanmaakt, een soort van template aanmaakt waarmee je dan Wikidata gaat bewerken. Dat is nu nog helemaal leeg, maar dat gaat er zo dadelijk uitzien als een soort van pseudo-Wikidata-item. Ik klik nu op het item. Als we even kijken naar mijn dataset hier. De titel, dat is eigenlijk de kunstwerken. Wat ik nu probeer, ga wel een soort van fake bewerken op Wikidata, is ik ga van deze kunstwerken aangeven dat ze onderdeel zijn van de Vlaamse topstukken. Dus ik ga terug naar mijn schema. Je kan dat ook doen hier, met deze tapjes. Wat ik dan doe, je kan dan drag and drop doen. Dus ik pak nu de titel. Ik pak eigenlijk deze kolom. De titels van die kunstwerken die ik reconciled heb. En dan kan ik daar allerlei statements aan toevoegen die dan op Wikidata toegevoegd gaan worden. Ik kan ook nog dingen doen als bijvoorbeeld beschrijvingen, aliasen, labels toevoegen. Dus wie vertrouwd is met Wikidata, weet bovenaan Wikidata-items heb je zo'n blokje met het naam van een titel van een item of een label van een item, een beschrijving en aliasen. Ook die kan je met OpenRefine toevoegen. In dit geval is dat niet relevant. Ik heb geen alternatieve titels of iets dergelijks. Maar ik wil wel eigenschappen toevoegen. Dus wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen, is zeggen part of... Ik ben nu in het Engels aan het werken... Part of topstukken Vlaanderen. Ik had daar een item over aangemaakt. Topstukken, niet stikken. Topstukken. Topstukkenlijst, dat was hem. Even dubbelchecken dat dat hem wel is. Dus je kan ook gewoon items invullen. Topstukkenlijst. Ja, dit is inderdaad
het item, dat mag nog wel iets uitgebreid worden. Vlaamse topstukkenlijst, inderdaad. Nou, dus ik wil eigenlijk even aangeven dat dit kunstwerk onderdeel is van die topstukkenlijst. En uiteraard, we zijn met Wikidata bezig, we willen daar ook een bron aan toevoegen. De dataset die ik hier heb, is heel basic, die heeft geen linkjes. Eigenlijk heeft elk van deze kunstwerken, zoals jullie net zagen, even kijken hier, een eigen pagina. Dus dit is de URL waar je dit kunstwerk terugvindt. En nou, die zitten helaas niet in die dataset hier. Ik heb zelf een parallelle dataset waar die linkjes wel in staan. Dus wat ik zou kunnen doen, is ik zou bijvoorbeeld het overzicht als referentie kunnen aangeven. Dus dat ik deze pagina als referentie aanneem. Het is geen optimale referentie, maar het is nu voor demonstratiedoeleinden. Ga ik dat even doen. Dus in het schema, dan zeg ik, voeg een referentie toe. Reference URL. Deze. En dan zet je er ook altijd de datum bij. Retrieved. En vandaag zijn we 24 maart 2022. En dat moet op deze manier genoteerd worden. 24. Zo. Ik zou daar nog een hoop andere eigenschappen aan kunnen toevoegen. Als ik nog extra informatie uit mijn dataset haal. In dit geval, al deze kunstwerken hebben al een kunstenaar, hebben al een museum. Nou, misschien, dit is eigenlijk ook wel een leuke. Definitieve plaatsing op lijst, dat is eigenlijk wanneer de kunstwerken toegevoegd zijn aan de topstukkenlijst volgens het decreet of die specifieke wet die topstukken aangeduid heeft. Dus ik zou ook nog kunnen een qualifier toevoegen, point in time. Point in time. En dan gaat die zeuren, want volgens mij is dit geen goede datumnotatie. Nou, eens kijken hoe dat gaat. Nou, op die manier. En ik zou nog andere statements kunnen toevoegen. Dus bijvoorbeeld, stel nu dat er nog geen maker was, hè, van dat kunstwerk, dan zou ik kunnen zeggen, creator is deze persoon. En ik kan die referentie gewoon kopiëren en plakken of een nieuwe referentie aanmaken, wat ik maar wil. Op die manier bouw je eigenlijk een soort van pseudo-meta-Wikidata-item volgens welke structuur je gaat editen. Dan zie je een preview, hier een tapje met preview. En daar zie je hoe je edits eruit gaan zien uiteindelijk. Dus daar kan je kijken van, klopt dat allemaal wel? Ziet dat er netjes uit? Heeft inderdaad mijn point in time niet meegenomen omdat de datumnotatie niet klopte. Dus die had ik eigenlijk nog even moeten aanpassen. Die had in 2017-03-05 moeten in dat formaat moeten staan. Dus dat had ik even moeten aanpassen. Maar goed, ik denk dat jullie wel het principe snappen. Dus hier zie je echt een preview van je edit op Wikidata. Je hebt daarnaast ook nog een tabje Issues. OpenRefine maakt ook gebruik van wie daar bekend mee is met de, ik vergeet de naam altijd, de constraints op Wikidata. Dus op Wikidata heb je ook al allemaal regeltjes van een persoon mag geen, ik zeg maar wat, materiaal geen gebruikt materiaal eigenschappen hebben of zo. Dus onzinnige combinaties van eigenschappen, daar gaat hij een soort van foutmelding voor geven. En die neemt OpenRefine ook mee, dus die ga je zien. Ja, je gaat hier eigenlijk een aantal waarschuwingen krijgen van je data die niet helemaal klopt of iets dergelijks. Idealiter heb je geen issues en dan ga je hier geen notificatie zien. Je ziet dat er gewoon netjes uit. En nou, ik kan nu eigenlijk gewoon dit gaan uploaden naar Wikidata. Ik ga tot het punt dat ik op upload klik, ga ik nog even tonen. Eigenlijk is dat heel simpel. Upload edits to Wikibase. Het is trouwens ook voor mensen die een Wikibase gebruiken, kan je ook OpenRefine voor Wikibase gebruiken. Hier zou ik mijn gebruikersnaam, mijn wachtwoord invullen, inloggen. En dan geeft hij eigenlijk gewoon de vraag van geef me een bewerkingssamenvatting. Dan vul je een bewerkingssamenvatting in en dan klik je upload. En dan gaat die data naar Wikidata. En op die manier edit je. In dit geval zou die 8 dingetjes of 5 dingetjes editen, omdat die 5 matches gevonden heeft. Maar je kan zo echt een hele grote dataset gaan editen. Ik heb niet getoond nieuwe items, maar je kan ook echt nieuwe items aanmaken. Dat is ook een eigen stapje. Dus dat is ook niet moeilijk. Dat is eigenlijk vrij makkelijk. Misschien kan ik dat nu even demonstreren. Een nieuwe item aanmaken. Bijvoorbeeld van de profeet hebben we nog geen Wikidata item. Dus ik kan dan zeggen search for match. En dan zeg ik gewoon hier nieuw item. En dan krijg je hier een tekstje naast nieuw. Hetzelfde kan ik bij deze doen. Nieuw item.
En bij deze, new item. En ik kan dan ook hier filteren op alleen de nieuwe items. Even kijken. Judgment new. Dus je hebt automatisch krijg je filters of facetten op basis van ja, hoe je reconciliation gegaan is. Zijn ze gematcht of niet? Maak je nieuwe items aan of niet? En dan kan je je keuze maken voor enkel de nieuwe items. En dan ja, gaat mijn schema er eigenlijk hetzelfde uitzien. Behalve dat hij zegt, ja, je hebt geen label en je hebt geen beschrijvingen. Dus dan zou ik eigenlijk idealiter ook nog in mijn schema het Nederlandse label aanmaken. NL bijvoorbeeld. Nederlands label en dan geef ik hem de titel mee. En als beschrijving zeg ik ook in het Nederlands kunstwerk in het middel. Dit is geen ideale beschrijving. Museum. Ik zou waarschijnlijk eerder iets schrijven als kunstwerk door maker in het Middellijn Museum. Dan zie je dat ik al veel minder issues te zien krijg. En dan mijn preview zie je dat daar ook bij staat, ik maak een nieuw item voor je aan met de label De Profeet, kunstwerk in het Middelheim Museum en verder met dezelfde eigenschappen. Dus hopelijk ja, is dat een beetje helder. Dus je kan ook echt nieuwe items aanmaken. Dit is eigenlijk echt heel kort hoe Wikidata editing werkt. Ik heb een paar dingen niet getoond, namelijk je kan met OpenRefine echt ja, kolommen combineren met elkaar, nieuwe kolommen aanmaken. Je kan, als je data heel erg op elkaar zet met heel veel verschillende, ja, ik zeg maar wat trefwoorden met komma's na elkaar, dan kan je al die veldjes van elkaar splitsen. Dus op dat gebied is het eigenlijk heel krachtig. Dat heb ik niet getoond. Ik heb echt heel erg gefocust op wat het doet met Wikidata. Dus dat is een beetje de focus geweest. Maar daarnaast is het gewoon ook heel krachtig om je data op te schonen en te bewerken. Ik krijg de vraag, wat gebeurt er als je een eigenschap toevoegt die al in het item staat, bijvoorbeeld maker? Nou, ik ben echt ontzettend blij dat je die vraag stelt, want ik ben zo trots. Niet op mezelf, maar op mijn collega Antonin. Want die heeft pas kort geleden een functionaliteit toegevoegd waardoor OpenRefine geen duplicaat-eigenschappen meer gaat aanmaken. Dus standaard gaat OpenRefine altijd kijken van bestaat deze eigenschap al en dan gaat hij die niet overschrijven. Maar je kan dat ook configureren. Dus je hebt hier een heel subtiel knopje, bijvoorbeeld bij de vervaardiger, configure. En dan zegt hij standaard voeg ofwel deze eigenschap toe of merge met dezelfde eigenschap als je die terugvindt. Maar je kan ook zeggen, het kan me niet schelen, maak maar een duplicaat aan of verwijder. En dat is echt een fantastische, want soms heb je data die niet helemaal klopt, waar je een soort van eigenschappen van wil verwijderen. Dan kan je ook zelfs eigenschappen verwijderen met OpenRefine. Dit is echt super nieuw. Volgens mij zit dat pas in de nieuwe versie van OpenRefine 3.6, die er heel snel aankomt, maar dat is nog niet de officiële versie. Dus binnenkort komt er een nieuwe versie waar dat kan. Het is echt, ik heb dit al vaak gebruikt. Ik werk met een soort van preview-versie van OpenRefine. En dit is echt heerlijk dat dit nu zo werkt. En je kan ook nog aangeven van, moet je alleen kijken naar de property en de waarde waar je naartoe wijst, of ook naar de qualifiers. Moet ik er een nieuwe qualifier aan toevoegen? Dus het is ja, heel geavanceerd. Mochten daar nog mensen zijn die denken van dit vervult nog niet helemaal mijn wensen. We zijn een open source project, dus wij nemen verzoeken aan en we horen graag. Dit is echt zo nieuw dat we heel graag horen of mensen nog specifieke wensen daarover hebben. Dus dit is het Wikidata workflowtje. En daarnaast, ja, het project waar ik aan het werken ben, dat is een project waarmee je hetzelfde gaat kunnen doen met Wikimedia Commons. Dus behalve Wikidata editen, ga je ook kunnen gestructureerde data toevoegen aan bestanden op Wikimedia Commons. Plus, dat kan nu eigenlijk al. Dus dat is eigenlijk nu al mogelijk. Jee, dat was ook echt de bedoeling dat nu al kon. Dus we zitten op schema. En daarnaast, naar het einde van de zomer toe, gaan we ook een nieuwe versie van OpenRefine hebben waarmee je ook echt uploads kan gaan doen. Nieuwe uploads met Wikitekst en met gestructureerde data in één keer. Dat komt eraan, we zijn er hard aan het bouwen, maar dat is er nog niet. Maar bewerken van bestaande bestanden kan wel al. En om dat te demonstreren, ik ga even een wat kleinere groep van bestanden kiezen op Commons, die ik ken, omdat ik ze ooit zelf geüpload heb. Ik ga nu even terug naar de homepage van OpenRefine. Jaren geleden heb ik deze vrij kleine collectie, het zijn bestanden, door Koen Temming-Grol
Volgens mij zitten er ook wel foto's van hem in de collecties van het Tropenmuseum. Dat zou me niet verwonderen. Hij was iemand die volgens mij heel veel gereisd heeft en foto's gemaakt heeft over heel de wereld. Architect en architectuurhistoricus. Ik wil eigenlijk even aan jullie tonen hoe ik aan deze bestanden gestructureerde data zou toevoegen. Dus als je kijkt, nou, dit is de categorie. En even kijken naar een voorbeeldje van één bestand. Ik pak er nu echt heel willekeurig eentje uit. Zie je dat dit een upload is uit het jaar 2017, 2016. Toen nog met Petipan geüpload, met klassieke wikitekst. Ik denk dat ik daar toen een fototemplate aan gegeven heb, Photograph. En als je kijkt, dan heeft hij waarschijnlijk nog niet enorm veel gestructureerde data. Ik heb waarschijnlijk wel al ooit eens toegevoegd dat Temming Grol de fotograaf was van deze foto's. Er zijn ook bots die langskomen die bijvoorbeeld het auteursrecht uit de schablonen halen en die de datum uit de schablonen halen. Maar er is nog wel meer informatie over deze bestanden die nog niet in de gestructureerde data zit. Bijvoorbeeld de locatie waar de foto's gemaakt zijn, het land. Soms zijn er trefwoorden, korte beschrijvingen waar je iets mee kan. Wat ik eigenlijk wil doen, dat is even snel tonen hoe ik daarvoor ook OpenRefine zou gebruiken om dat te doen. Daarbij wil ik even aangeven, ik heb jullie al gezegd dat ik een recente versie van OpenRefine gebruik. Dit is iets wat eigenlijk, dus als je nu naar de OpenRefine website gaat en je downloadt de huidige versie, de stabiele versie, dan ga je versie 3.5.2 downloaden. Dat is de huidige stabiele versie. En die doet nog niet wat ik jullie ga demonstreren. Dus ik werk eigenlijk met, ik weet niet of je dat hier ziet, een snapshot release noemen we dat. Dat is eigenlijk, elke dag wordt er automatisch van de huidige code een upload gedaan van een download die je kan doen van een instabiele versie van de software. En dat is wat ik nu draai. Dus pas vanaf versie 3.6 kan je dit doen. Ik zei al net, we gaan binnenkort 3.6 officieel uitbrengen. Dus binnenkort wordt 3.6 de officiële release en dan kan je het gewoon met de standaard OpenRefine doen. Dus je krijgt nu echt een preview met soort van de experimentele code nog. Maar ja, hoe we dat gaan doen is, ik ga eerst even naar Commons en ik gebruik even een tooltje van Vera. Er zijn verschillende tooltjes waarmee je dit kan doen. Je kan dit ook doen met PetScan. Waarmee ik uit deze categorie, dat is een categorie met 2642 foto's, lijst met bestandsnamen haal. Ik weet dat dat vervelend is en we zijn ook bezig met een functionaliteit dat je gewoon categorieën kan aangeven in OpenRefine en dat die dan automatisch de bestanden voor je eruit haalt. Dus wat ik nu doe is een beetje meh. We willen dat makkelijker maken. Dus het is echt nog software in ontwikkeling. Vergeef mij even voor het feit dat dit nog niet klaar is. Dus nu doe ik even de omweg van, ik haal even de lijst met bestanden eruit. En ik ga dit gewoon in de clipboard in OpenRefine plakken. En dus nu ben ik eigenlijk een nieuw project in OpenRefine aan het aanmaken. Ik zeg next. En dus als je een nieuw project aanmaakt, dan krijg je altijd eerst een preview schermpje. Waarbij OpenRefine probeert een soort van te snappen waar die naar kijkt, wat voor data geef je me hier en hoe ziet dat eruit en wat is de structuur. Nou, OpenRefine denkt dat file dubbele punt, dat die dubbele punt, dat een separator is in de dataset. En dat klopt niet, dus ik ga hier een beetje, ik ga zeggen van nee, ik wil geen separator. Even kijken of je dat doet. Zo, ik haal gewoon de custom separator weg. En ik zie dat die ook, er is eigenlijk niet echt een dataset met column headers, met headers boven de kolommen. Dus hij denkt dat de eerste rij dat een titel is van die kolom. En dat kan ik gewoon omzeilen door te zeggen, ik geef je deze kolom een naam en ik zeg bijvoorbeeld file naam. En dan gaat hij die preview opnieuw genereren. En dan heb ik nog een mooi kolommetje, één kolommetje met de bestandsnamen. En ik ga mijn project nog een naam geven. Ik zeg gewoon Temming Grol, een fijn dat ik goed typ. En dan zeg ik demo. Je kan al je projecten ook een trefwoord geven of meerdere trefwoorden. Als je zoals ik heel veel OpenRefine gebruikt, dan heb je in je projecten ook een systeem van trefwoorden om je projecten terug te vinden. Create project. En dan gaat die voor mij weer een, ja, wat jullie al gezien hebben, een OpenRefine projectje aanmaken. Met in dit geval heel simpel alleen die bestandsnamen van Commons. Helaas.
Het kan ook met PetScan trouwens, maar PetScan is iets ingewikkelder. Nou, precies hetzelfde als daar straks. Je kan ook weer naar 100 rijen, 500 rijen tegelijk kijken. En wat ik nu eigenlijk wil doen, is ik ga ook weer voor de snelheid van de demonstratie alleen kijken naar, ik kan hier hetzelfde doen, ik kan zoeken en filteren. Ik ga alleen de bestanden met bank erin pakken. Dat zijn 15 bestanden. En deze keer ga ik dus niet reconcilen met Wikidata, maar met Wikimedia Commons. Dus hier, wat ik eigenlijk hier ga doen als eerste stap, dat is van deze bestanden het structured data nummer op Wikimedia Commons opzoeken. Zorgen dat hij die bestanden terugvindt op Wikimedia Commons. Dus ik zoek even hier reconcile, start reconciling. Dan heb ik ga die weggooien. Ha. We hebben ook een reconciliation service voor Wikimedia Commons en je kan die toevoegen. Dus je kan klikken op voeg een reconciliation service toe. Dus voeg eigenlijk een database toe waar ik naar moet opzoeken. En die van Wikimedia Commons, ik zal zo ook nog even de link in de chat zetten, staat op commonsreconcile.toolforge.org. Het is eigenlijk best wel goed dat jullie dit even zien. En dan staat er hier, gebruik de volgende URL in OpenRefine. Deze ga ik even kopiëren. Kopieer deze URL, ik voeg hem toe. Zo. Deze is ook meertalig, dus ook hier kan ik zeggen van ik ben eigenlijk liever in het Nederlands bezig, dus ik ga die vervangen door Nederlands. Dus in plaats van EN zeg ik NL. Ik voeg hem toe. En dan klik ik ook Start Reconciling. Dat zou ook vrij snel moeten gaan. Klein setje, 66%. Misschien nog een kleiner setje moeten kiezen. Nou, je ziet hetzelfde gebeuren. Bestandsnaam is blauw geworden, dus hij heeft eigenlijk herkend dat dit het bestand op Commons is en ik kan hem aanklikken. Leuke foto's. Heerlijk. Ja, dus je ziet, hij heeft nu de links aangemaakt, dus OpenRefine kent nu echt die link naar Commons, dus die weet waar dat bestand staat, dus dan kan hij ermee aan de slag. Een van de dingen die je nu kan doen, is de wikitekst eruit halen uit die bestanden. Dus dat doe je via een andere functionaliteit die heet, je gaat naar Edit Column, Add Columns from Reconciled Values. En dan krijg je een aantal opties, waaronder Wikitekst. Ik ga deze even aanklikken. Krijg je een previewtje. Ik klik op OK. En dan gaat hij die laden. Ook weer beetje langzaam. Ik denk dat ik dit ook wel in mijn vrije tijd een keertje ga doen, deze set, want het is een leuke set. En dan ga ik het uiteraard met alle bestanden doen. Dat gaat iets langer duren. Zo, nu hebben we dus een kolom in OpenRefine met de wikitekst. En daarmee kan je dan verder aan de slag. Dus nu kan je eigenlijk ook alle functionaliteiten in OpenRefine gebruiken om data uit deze wikitekst te halen en in andere kolommen te plaatsen en om daar ook mee aan de slag te gaan. Even kijken. Bijvoorbeeld, als je er een beetje doorheen gaat, dan zie je dat heel veel van die fotoschablonen hebben een depicted place. In dit geval Bandung in Java, Indonesië, Jakarta. Volgens mij waren er ook op een paar andere plekken in Ghana, Elmina. Ik wil dat er eigenlijk wel uithalen, dus die depicted places, want die kan ik dan ook gaan reconcilen en toevoegen. Daarvoor is het nu ook nog een beetje ingewikkeld, maar ook weer hier zijn we aan het bouwen aan een systeem om dat makkelijker te maken voor eindgebruikers. Zeg ik edit column. Add column based on this column. En dan heb ik. Je kan eigenlijk op basis van kolommen andere kolommen maken. Je kan kolommen splitsen met een separator of iets dergelijks. Maar je kan ook een soort van scriptingtaaltje gebruiken. Ja, allerlei bewerkingen te doen. Bijvoorbeeld als je wikitekst hebt, om de waarde van een bepaalde parameter in de wikitekst eruit te halen. Ik ben zelf geen programmeur. Wat ik doe is googlen. Ik denk van, oh, ik wil dit doen. Twee datasets combineren, of ik wil een dataset splitsen op een bepaalde manier, of ik wil volgens een bepaald principe data eruit halen. Dat staat allemaal gedocumenteerd online. Mensen hebben dat allemaal al uitgeprobeerd en ik google dat soort dingen. Dit is iets wat mijn collega me getoond heeft. Ik wil eruit halen depicted place. Dus ik ga nu even dit erin stoppen in plaats van title depicted place. En ik let op de. Ik maak de kolom plaats van. Ik zeg preview. Hij doet het niet goed. Oh jee. Even kijken.
waarom dat niet goed is. Oh, omdat er een spatie te veel in zit, volgens mij. Ook niet. Je herkent het principe. Ik doe nu mijn best om de depicted place uit te halen. We zijn dus bezig ook met allerlei commandootjes. Dat je niet die code moet intypen, maar dat je gewoon zegt van... Hey, hier heb ik een schabloon. Geef mij de depicted place uit dit schabloon. Klaar. Ja, nee, het is niet met underscore. Want in de wikitekst zelf staat het gewoon zonder underscore. Ik weet niet wat ik fout doe. Goh, en ik dacht er straks had ik het nog geprobeerd. Enfin, goed. Laten we er nu even... imaginair vanuitgaan dat het mij gelukt is, dan zou ik nu uit de wikitekst de kolom plaats gehaald hebben en ik zou nog andere dingen uit de wikitekst kunnen halen. Stel dat er mensen op staan, zou ik de mensen eruit kunnen halen. Dan ga ik die ook reconcilen met Wikidata. Eigenlijk volgens hetzelfde principe kan je ook hier in schema nu op dezelfde manier bij dat bestand allerlei eigenschappen gaan aangeven. Is het even te mopperen? Ik moet even aangeven dat ik met Wikimedia Commons aan het werken ben. Dus ik selecteer even Wikimedia Commons. Close. Dan zeg ik nu bestandsnaam. En dan zeg ik location of creation. Het is hetzelfde principe als daarnet. Dus stel nu dat ik inderdaad die plaats dat ik die uit de wikitekst gekregen had, zonder geprutst met... Ah, ik weet al wat ik fout gedaan heb. Ah, ja, ik heb gewoon de verkeerde programmeertaal geselecteerd. Enfin, zwart. Goed. Nou goed, stel nu dat ik dit gereconciled had, dan sleep ik dit ook hier naartoe. En dan heb ik ook een schemaatje. Nu heb ik geen schema, want ik heb geen edit. Maar die zou ik dan ook als structured data kunnen uploaden naar Wikimedia Commons. Dat is een beetje het principe wat we nu aan het ontwikkelen zijn. Zoals jullie zien, is het allemaal nog in een voorlopige versie. En we willen het allemaal nog gebruiksvriendelijker maken, maar... het is in principe al mogelijk. Technisch is het al mogelijk. En ik doe het eigenlijk zelf al. Dus dat is een beetje een hele snelle overview van OpenRefine. Dit is de informatiepagina van OpenRefine op Wikimedia Commons. Zoals ik al zei, ik zal stoppen met schermdelen. Dan zien we elkaar weer iets beter terug. Dit was superkort. Met alle plezier wil ik gerust langere uitleg geven hierover. En echt met mensen ook kijken naar bestaande data die je hebt. En of nieuwe data die je wil uploaden. En dat gaan doen. We merken dat er best wel veel interesse vanuit de community is naar wat we hier aan het ontwikkelen zijn. Afgelopen maand, in februari, hebben we al een soort van meetup gedaan, ook via Zoom. Waarbij dit uitgelegd werd, een beetje langer dan ik nu gedaan heb. Dus die opname kan je terugkijken. En verder gaan we ook vanaf nu maandelijkse meetups doen. Dus maandelijkse office hours. Dus als je een keertje wil langskomen en zoiets hebt van... Hey Sandra, ik heb hier een setje waar ik mee aan de slag wil gaan. En kan je mij daarmee helpen? Kom dan langs tijdens onze office hours.